Tijdens een speciale persconferentie in New York maakte burgemeester Bloomberg de toekomstplannen bekend over de uitbreiding van Terminal 4 van luchthaven JFK. JFK IAT, een 100% dochter van Schiphol, exploiteert en runt deze terminal. Schiphol was altijd al een partner in Terminal 4 voor 40%. En onlangs hebben we dat belang van 40% uitgebreid naar 100%. En hebben we overeenstemming bereikt met Delta om hun activiteiten van Terminal 3 te verplaatsen naar Terminal 4. Maar voordat dat kan, moeten we eerst Terminal 4 met ongeveer de helft uitbreiden. Airlines can only link continents and cities if the proper airport infrastructure exists to make it all happen. And you have all demonstrated leadership in building New York's transportation infrastructure and in making today's announcements possible. This announcement is also an excellent reflection of the unique relationship shared by our two countries, the United States of America and the Netherlands. More than a decade ago, the Port Authority invited Schiphol to become the first overseas airport operator to build a new terminal here through a unique public-private partnership. At that time, we were grateful for your confidence in our expertise. And today, we are again grateful for this renewed vote of confidence in Schiphol and the constructive collaboration we once more have experienced. Wij vermoeden dat als de Delta-product hier op JFK aan kwaliteit toeneemt, en dat zal straks een gigantische kwaliteitsboost krijgen, kijk maar hier om je heen. Dit is net alsof het Schiphol is al. Hè? Die kwaliteitsboost zal betekenen dat meer reizigers met Delta van New York naar Amsterdam zullen reizen en andersom. Dit is de eerste terminal in de hele Verenigde Staten waar zoiets gebeurt. Dat is hier nooit gebeurd op die manier. Schiphol maakt het mogelijk, Schiphol doet het. En daar ben ik als minister apen trots op. Ik vind het echt groots. En ik heb ook gemerkt aan de partners, de Amerikaanse partners, hoe geweldig men het daar vindt, maar ook hoe uniek. Iedereen zegt van ho, wat is dit? Nou, geweldig dat wij als Nederland hier de eerste zijn die dat presteren.